echt medisch ingrijpen, dan moet de burger het maar niet doen, denk ik. Dan zou je eigenlijk als leek of als omstander toch wat meer verstand moeten hebben van een EBO. Nou, ik niet met mensen gaan lopen slepen of dat soort dingen. Nee. Ik denk dat mensen in hun enthousiasme of in hun begaandheid dan misschien dingen ook verkeerd doen. Ja, je kan niet zomaar alles met iedereen doen. Nee, zeker nooit de cowboy uithangen. Hou een gepaste afstand in ieder geval. Dus wij vinden het wel prettig als mensen afstand houden. En als er een aantal zijn die daar de voortrekkersrol in zouden nemen, dan is dat natuurlijk prachtig. We willen toch vaak een hartfilmpje van een patiënt draaien, waarvoor we toch even de kleding omhoog moeten doen. Heel veel mensen die staan met een mobieltje te filmen, ook niet netjes. Dus ook in het kader van de privacy van een patiënt is het wel zo netjes om dan even de kamer te verlaten. In 99% van de gevallen zijn mensen echt wel bereid om jou te helpen. Iemand heeft een ongeval doorgemaakt en ik wil zijn hoofd en zijn nek beschermen. Dan vraag ik aan de omstander, kom erbij zitten, hou het hoofd daar en daar vast. En zo moet je dat doen. Maar goed, net als met reanimaties en zo, ja, dan hebben omstanders gewoon keihard nodig. Wel helpen, respect hebben, maar liever niet bemoeien. Nee, de mensen hoeven geen koffie op maar te zetten. Koffie wordt altijd heel vriendelijk aangeboden, maar dat hoeft niet. De mensen van de ambulance. Altijd paraat en professioneel. Ambulancezorg, dat doen we samen.